Dag allerliefste gavertjes. Dag droomballonners. Het is heel belangrijk dat je in deze periode je geheugen blijft trainen. Dat je dus bijvoorbeeld, als we na deze periode allemaal samen terug in de klas zijn en ik kom binnen, of directeur Ellen komt binnen en die vraagt 7x8, dat je niet zo doet, hè, van 7x8, wat, 42, nee, wacht, 54, nee, dat kan niet, 54, 56, nee, mag niet. Als we zeggen 7x8, dat moet eruit vliegen. Je hebt tijd genoeg om de maaltafels en de deeltafels te oefenen. Maar om je te helpen om je geheugen goed te trainen, heb ik iets speciaals voor jullie. Ik heb een thriller. Ik heb een heel, heel spannend verhaal. En het is eigenlijk een gedicht, een heel oud gedicht, met 20 strofen. En ik ben benieuwd wie er na deze periode dit gedicht van buiten kent. Ik kende het al van buiten van toen ik een klein meisje was. Het is het gedicht van Guido Gezelle. Hij schreef dat ergens eind 19e eeuw en het heet Boerkenaas. Het gaat dus over een boer. Zijn naam is Naas. En die boer die gaat dus op een bepaalde dag koeien gaan verkopen. Die moet dat doen in de stad waar de verkoop plaatsvindt. Maar dan moet hij met zijn geld terug door het bos, door het veld, 's avonds laat naar zijn boerderij stappen. En het was een periode waarin dat er echt heel veel rovers en dieven op de baan waren. Omdat ze wisten, van de stad terug naar de boerderij, die hebben geld bij. Dus dat was super gevaarlijk. En Boerkenaas die had niet veel spieren en die dacht, ik moet dat hier handig aanpakken. Ik ga mij hier eens een pistool gaan kopen. Ik ga mij een soort geweer of een pistool kopen waar 7 kogels in kunnen en dan voel ik mij toch wat veiliger. Het is een gedicht met heel oude woorden in, dus ik ga die ook af en toe een keer uitleggen. In het filmpje van vandaag ga ik jullie vertellen over Boerkenaas die vertrekt, die zijn koeien verkoopt, die terugkomt en die al iets hoort ritselen ergens in het bos achter hem. Klaar? Daar gaan we. Boerkenaas door Guido Gezelle. Wie heeft er ooit het lied gehoord? Het lied van Boerkenaas. Ten had te zwaar geen leeuwenhert, maar toch, ten was niet dwaas. Het lied betekent hier het gedicht natuurlijk. En het had geen leeuwenhert, dat betekent dat hij niet zo super dapper was. Hij had geen leeuwenhart, maar dan zeggen ze leeuwenhert. Maar toch, ten was niet dwaas. Dat betekent, hij was geen onnozelaar. Hij was echt wel slim genoeg, hoor. Hij was een pinter kereltje. Dus, wie heeft er ooit het lied gehoord, het lied van Boerkenaas? Ten had te zwaar geen leeuwenhert, maar toch ten was niet waas. Boernaas die ging 2 runders, 2 koeien, gaan verkopen naar de stee en bracht toen hij naar huis toe kwam 600 franken mee. Snap je allemaal, hè? Hij ging 2 koeien gaan verkopen, komt terug, heeft 600 frank bij. Dat was nog voor de tijd van de euro's natuurlijk, hè? Dus Boernaas met zijn geld terug naar huis. Boernaas die maar een boeren was, nochtans was scherp van zin. Hij ging en kocht een 7-schot en stak daar kogels in. Alzo kwam Naas met stapjes licht. Ah ja, want hij voelde zich blij. Hij dacht, ik heb mijn 7-schot bij, ik voel me veilig. Met stapjes licht en met de beurzen zwaar. Wat is een beurs? Portemonnee, dus daar zit al zijn geld in. Zijn stapjes waren licht, want hij heeft geld en zijn beurs is zwaar. Alzo kwam Naas met stapjes licht en met de beurzen zwaar. Hij zei, oh, ik wilde dat ik thuis en in mijn bedden was. Dus hij is al wat moe aan het worden, hè, want het is al laat natuurlijk. Hij dacht, oh, ik moet nog heel die weg terug. Kom aan, rap naar huis, ik wou dat ik al in mijn bedje was. En nu komt het spannende stuk. Al met een keer, dat betekent plotselingen, al met een keer, wat hoort Boernaas? Juist bacht hem in de tronk. Bacht is achter en de tronk, dat is zo'n grote boomstronk of van een knotwillig of zo. Dus hij hoort achter hem iets ritselen. Dat is echt al dichtbij wat hij hoort. Hè? Dus al met een keer, wat hoort Boernaas? Juist bacht hem in de tronk. Daar roert het wat, daar loert het wat. Toch naasken dat verzonk. Dus hij voelt dat er, je kunt dat hebben, hè? Dat je voelt dat er iemand naar jou aan het kijken is en dat je niet weet, wat is dat hier? Wel, hij voelt dat er iemand naar hem kijkt en hij hoort ook iets ritselen.
En hij denkt, oh my god, mijn hart, dat zakt hier helemaal van mijn keel helemaal terug naar beneden van de schrik. Zijn hart begint te slaan. Tocht naaske, dat betekent hij dacht dat het verzonk, dat zijn hart helemaal weg was. Dit is eigenlijk het stukje voor vandaag. Dat zijn eigenlijk al 5 strofen die ik nu nog eens ga herhalen. Hè? Je krijgt natuurlijk ook de tekst hoor, maar stukje per stukje. Daar gaan we. Boerkenaas door Guido Gezelle. Wie heeft er ooit het lied gehoord, het lied van Boerkenaas? Ten had te zwaar geen leven hert, maar toch, ten was niet dwaas. Boernaas die was 2 runders gaan verkopen naar de stee en bracht, toen hij naar huis toe kwam, 600 franken mee. Boernaas die maar een boeren was, nochtans was scherp van zin. Hij ging en kocht een 7-schot en stak daar kogels in. Alzo kwam naast me stapjes licht en met de beurzen zwaar. Hij zei, och, ik wilde dat ik thuis en in mijn bedden waar. Al met een keer, wat hoort boernaas? Juist bacht hem in de tronk. Daar roert het wat, daar loert het wat, toch naastke dat verzonk. Oké? Oefenen! Tot morgen!